Strafbare feiten delen op social media is kennelijk een nieuwe trend. Gisteren de treinjongens en vandaag ene rapper Boef, die met gezicht en kentekenplaat in beeld komt, terwijl die zo voortraast over s'heer en wegen. Hoeveel heeft hij gepakt? 300. Tja, als je je niet met je muziek kunt onderscheiden, dan moet je kennelijk wat anders verzinnen. De politie zal deze jonge getinte man in witte auto overigens niet aanhouden. Want hoe erg het filmpje ook is, zij moeten de overtreder zelf op heterdaad betrappen. Vanavond wordt in Amsterdam alweer voor de derde keer de beste Social Awards uitgereikt. De awards voor meest creatieve berichten van bedrijven op social media. Goede voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld deze video van Coolblue, waarin ze hun overname door een bekende buitenlandse partij bekendmaken. Ik snap niet wat de rationale achter deze overname is. Nou, ja, dat... Piet, zal ik die even beantwoorden? Maar er zijn ook awards voor minder geslaagde acties. En daar zijn BN'ers kennelijk heel goed in. Zo is Lil Kleine favoriet nadat de rapper KLM door het slijk haalde. Om vervolgens daarna te moeten toegeven dat het gewoon zijn eigen schuld was dat hij zijn vlucht miste. En ook Henk Krol maakt kans met zijn felicitaties voor pas overleden collega BN'ers. En wie ook niet jarig is, is deze man. De mogelijkheden van de door hem gedemonstreerde peperdure camera-installatie zijn vrijwel eindeloos. Als je hem tenminste goed vastzet. En dan nog even van Vine, the entertainment network where videos and personalities get really big, really fast. Deze man met zijn hole-in-one trickshots. Met een slinger-variant, een lacrosse-variant, een via-de-band-variant. En onze favoriet, de top-die-kop-variant. Toch geinig. Maar voordat u het uitmaakt met uw vriendin, uw baan opzegt en zich helemaal het ongeluk gaat trainen om dit ook te kunnen, op jacht naar de zo door Vine beloofde internetroem, think again. Want met een magere 38 volgers slaat deze man nog geen deuk in een pakje boter. Dus rendabel is het niet, maar leuk is het wel.